zonder verpleegkundige geen endoscopie. En endoscopie is echt echt teamwork. Je kunt niet zonder elkaar. De endoscopieverpleegkundige is meer een teammaat eigenlijk. Hij kan het niet zonder jou en jij kan het ook niet zonder hem. Als je nu kijkt, je vergelijkt de kwaliteit van de camera's die wij gebruiken met 20 jaar geleden. Dat is ja dag en nacht verschil. Vroeger ging de arts door een scope kijken en niemand keek mee, want het was echt via een lens kijken. En tegenwoordig doen we therapeutische onderzoeken die heel dicht bij de chirurgie liggen. Er zijn relatief eenvoudige procedures. Dat zijn dan meer wat wij noemen de diagnostische procedures. Om te kijken of er polypen zijn. Ja, als je die polypen moet weghalen, wordt het dan weer een klein beetje gecompliceerder. Want dan ga je een chirurgische handeling uitvoeren. Maar tegenwoordig snijden ook vroege kankers weg. Uit bijvoorbeeld de slokdarm of de maag of de dikke darm. En je kunt je voorstellen, daar komt het heel nauw op wat je doet. Het is heel technisch. Als we een therapeutisch onderzoek gaan uitvoeren, moet je in je achterhoofd houden wat voor type scope je nodig hebt, hoe dik het kanaal is van de scope. Dan weet je ongeveer wat voor materiaal er doorheen kan. Je moet je echt voorstellen, zo'n academisch centrum hier, het Erasmus MC, de Maat- en Leefafdeling, dat is één grote leeromgeving. Als je endoscopieverpleegkundige bent, kan je wel aan de slag, maar je moet wel in je hoofd hebben dat je nog uitgebreider moet gaan leren. En wij zelf zeggen ook altijd, ook als stafleden en zogenaamd al specialisten, wij leren ook continu bij, want het vak is ontzettend in beweging. De kick van het werk is dat je de patiënten mag begeleiden en om te slagen tijdens het onderzoek, dat het gelukt is voor een patiënt. Als een onderzoek gelukt is, dat is eigenlijk het beste gevoel. Beep, beep, beep.